De Stichting Joods-Palestijnse Dialoog herdacht op 29 november in het Vakbondsmuseum te Amsterdam de dag van het delingsplan van de Verenigde Naties. 51 jaar geleden lanceerde de VN dat plan waarmee Palestina in een Joods en een Palestijns deel werd opgedeeld. De datum groeide uit, later, tot de dag van de solidariteit met de Palestijnen. Centrale vragen op deze dag in het Vakbondsmuseum: welke meningen leven er in Israël ten aanzien van een Palestijnse staat? En hoe kunnen de verschillen tussen Joden en Palestijnen overbrugd worden? De bijeenkomst begon met de vertoning van de film Al-Nakba over de verdrijving van de Palestijnen in 1948. We laten u een aantal korte fragmenten zien van de film die nog nooit op de Nederlandse televisie is vertoond. We went into Jaffa, we counted the population and we find out that from 85,000 there were left only 3,000. They put us on trucks during the night. It was cold. We didn't take anything with us. It's a very difficult sight to see people who have to decide in 2 hours what to take with them, what to leave behind, whom to leave behind. Families with children, old men, women. It's the most difficult thing in the world to leave one's homeland, to be scattered for 50 years in other people's countries. What could be worse than this? Een centraal element in de film is de vlucht van tienduizenden inwoners, Palestijnse inwoners, van de havenstad Haifa. The port of Jaffa was full of people looking for any mean of transport, so to run away either to Beirut or to Gaza or to Egypt. We heard that a ship, Swedish ship, is going to come to take deportees from Jaffa to Lebanon. We took a visa to Lebanon. I can remember the queue of people in Nusa quarter, in our quarter, were more than 5 kilometers waiting to get a visa to go to Lebanon. The ship was overloaded. The captain, I have seen people throwing themselves from the small boat to hang with the ship to go up. The captain was so fierce and cried. He traveled away, leaving the small boats coming back. Ook dramatisch was de verdrijving van de Palestijnen uit Lida. Ben Gurion and the IDF general staff were meeting at a nearby site. The commander of the campaign, General Igal Alon, asked Ben-Gurion what should be done with the civilian population of Lida and Ramle. Ben-Gurion reportedly muttered, "Expel them," or in another version merely made a sweeping gesture as if to indicate that they should be expelled. Alon promptly told his deputy, Yitzhak Rabin, to order the Iftah Brigade to expel the inhabitants. The expulsion was carried out that afternoon and the next day. Tens of thousands of the inhabitants of Lida and Ramle were directed onto roads leading to the east, towards Jordanian-held territory. A watch like this, they would strip from you. A ring, they would take. Women's jewelry, it would all be taken away. And they made us leave by a road 3 meters wide, with mud up to here. All God's creatures had to pass through it. Some had a donkey, some an ox, some a cart. The strong passed and trod on the weak. I vividly remember the image of a young woman with a basin on her head, with her old mother in it, a baby in one arm, and around her, 5 or 6 or 7 children. Her husband perhaps wasn't alive or wasn't with her. One of the children pushed a baby carriage with a few objects and belongings, and she had to walk from here to Ramallah. When we left, we had to walk 4 or 5 kilometers,
at the height of summer in July. And people were thirsty. They wanted to drink, but there was no water. An old man was lying by the side of the road. He wanted water. Who would give him water? He was left there to die. 4 or 5 people died like this. We took them to a cornfield and covered them. They died of thirst. Who would give them water? The expulsion was one of the most severe things that took place. After all, you're a Jew, a genuine Jew. You would prefer that these things not occur. But that's what happened. Mevrouw Jansen, we hebben net tijdens deze bijeenkomst over de Joods-Palestijnse dialoog naar een film gekeken die u heeft gemaakt. Ja. Waarom heeft u die film gemaakt? Ik heb hem samengemaakt met mijn man Benny Brunner, die Israëliër is. Het was eigenlijk oorspronkelijk zijn idee. Het is zo dat hij eigenlijk over de Joodse kwestie, zal ik maar zeggen, die continu in het nieuws is, toch wat anders denkt dan veel mensen. Vergeet men vaak hoe is dat Palestijnse vluchtelingenprobleem ooit begonnen. Yeah. En iedereen ziet de huidige beelden en denkt altijd van wat blijft het toch onoplosbaar en zo. Dus eigenlijk was ons idee om te kijken van God, laten we nou eens teruggaan naar de roots. Om te kijken van wanneer is het nou eigenlijk ontstaan. En yeah. Laten we dat ook dan uitleggen of zo. En die periode pakken en niet naar het nu toe werken, maar gewoon echt heel specifiek kijken van 1948. Yeah. Het is vandaag 29 november. Nou, op die datum werd in de United Nations besloten dat er een Israëlische staat zou komen. In 1947? 48. 48. Nee, je hebt gelijk. 47. Ja. En de consequenties dat zou daarvan. 48 plaatsvinden. Ja, dat zou in 48 plaatsvinden. Ja. En dat ging natuurlijk niet zomaar. Het Palestijnse volk verdreven. Uit ja. Zijn steden en dorpen. Ja, en heel veel plekken die. Het werd eigenlijk verdeeld. Hè? Dus er was ja. Het zouden eigenlijk 2 staten worden: een Palestijnse en een Joodse staat naast elkaar. Ja. Maar dat is eigenlijk nooit gelukt. Dus de Joden waren ontzettend bang dat de Arabieren hun uiteindelijk de zee in zouden gooien. Dat is een beetje het ouderwetse verhaal. Ja. En er was natuurlijk een holocaust geweest, dus de Joden hadden ook land nodig. Dus, en zij waren eigenlijk al heel lang bezig om te kijken waar ooit een Joodse staat gevestigd zou kunnen worden. En de Engelsen hebben daar ook debet aan, die hebben daarover meegedacht. De Arabieren waren eigenlijk nog niet zo. Dat was een soort clan society, een tribale samenleving, zeg maar. Yeah. En die waren niet zo goed georganiseerd. Dus toen het kwam tot een aantal shootouts tussen de Arabieren en de Joden die zich vestigden in dat land, wat eigenlijk Arabisch grondgebied was, toen ontstond de oorlog. Ja. Yeah. Dus, en dan ga je dus kijken. In deze film zien we dus dat het anders uitpakt dan in de meeste geschiedenisboekjes van de Israëliërs staat. Namelijk dat bijvoorbeeld, waar mensen nu een kibbutz hebben, dat het heel vaak eigenlijk een Arabisch dorp is geweest. Wat vroeger. Tijdens die oorlog, waar men dus expulsion, hè, dus hoe zeg je dat in het Nederlands ook weer, verdrijven van de Arabieren, maar ook met grove maatregelen soms. En wat is verder de relevantie van deze film voor het heden? Ik denk dat je kan niet over de huidige situatie praten als je eigenlijk niet weet hoe het is ontstaan. Yeah. Want dan heb je eigenlijk het kader pas van, de Joodse staat heeft best recht van bestaan, denk ik. Maar het is ook wel over lijken gegaan. Yeah. Dat moet je wel meenemen. Wat doe je dan met die wetenschap? Wat doe je dan vervolgens daarmee? Nou, ik denk dat het heel complex is. Daar kan ik geen. Ik bedoel, die film die ik heb gemaakt samen met mijn man, die gaat over die periode. Je kan niet zomaar een oplossing bieden. Ik bedoel, nee. dat zal zo nu meteen ook wel blijken. Een van de dingen is dat men denkt aan compensatie. Ja. Net zo goed als je een soort wiedergoedmaking hebt gehad hier in Europa. Kan je ook denken van dat die Palestijnen misschien ooit hun. Want ze zijn gewoon hun huizen kwijtgeraakt. Dus mensen hebben nog steeds papier, hebben nog steeds een sleutel van soms 3 verdiepingen hoge huizen. Dus denk je, ja, dat zou toch wel ooit een keer rechtgezet moeten worden of zo. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen dat als er geld verzameld kan worden of zo.
Want dat komt ook in de film naar voren. Kijk, als je spreekt over een Palestijnse staat, dan is het vaak niet waar de mensen vandaan komen. Dus als mensen een huis hadden in Haifa, dan is dat misschien niet waar nu in de Westbank, dus de Palestijnse staat, eventueel gaat komen. Dus er is iets wat nog niet klopt. Ja. En er zijn heel veel families die nog steeds hun rechten claimen op waar ze uit verdreven zijn. En dus dat is niet zo gek. Dus dat is iets waarvan ik denk van, nou, dat zal je in onderhandelingen mee moeten nemen. Ja. En, maar kan er inderdaad, kunnen er twee staten bestaan? Naast elkaar? Als je dus deze film bijvoorbeeld hebt gezien. Nou, wat hierin bijvoorbeeld niet naar voren komt, is de huidige ontwikkelingen. Dat je, dus ziet dat er Palestijns gebied is. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een Joodse settlement in dat Palestijnse gebied. En dat er dus allerlei Israëlische wegen ook door Palestijns gebied lopen. Dus af en toe, ik bedoel, naast elkaar, het is een soort puzzel van, je weet niet meer, is het Israëlisch, is het Palestijns? Dus het zijn niet netjes naast elkaar gelegen staten met één grens of zo. Dus het is totaal gesprokkeld, dus het zal altijd ontzettend conflictueus blijven. En je zou bijna een soort landhervormingen moeten toepassen om dus de stukken land aan elkaar te patchen, zodat de mensen die bij elkaar horen in ieder geval het land naast elkaar hebben liggen. Want anders krijg je dus toch, zeker als het om extremistische orthodoxe Joden gaat of om extreme Palestijnen, dan krijg je natuurlijk enorme problemen. Dan, dus u dan bent blijven niet ze echt elkaar, optimistisch? Nou, ik geloof niet, nee. Het zal wel generaties nog duren voordat het opgelost is, denk ik. En wat kan de Joods-Palestijnse dialoog daaraan bijdragen? Oh, heel veel, denk ik. Ik denk dat als mensen met elkaar praten op dat niveau, dat het altijd ook, dus van person to person, gewoon van Jood tot Palestijn, en dat alleen maar kan spreiden of zo. Daar begint het. Je moet toch ergens beginnen bij het individu. En dan kan het naar boven groeien, denk ik. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk, dat we in ieder geval in gesprek blijven. De sprekers tijdens de bijeenkomst waren Meir Pa'il, een Israëlische oud-militair en een van de initiatiefnemers van Vrede Nu in Israël, en de Palestijnse Gada Karmi, die ook in Jeruzalem werd geboren en die veel schrijft over Palestijnse kwesties. Zij nam een onverwacht standpunt in. I am one of a very small minority of people, Palestinians and Israelis. Ik behoor tot een zeer kleine minderheid die gelooft dat er uiteindelijk geen oplossing is voor het probleem, behalve één staat voor beide volken. Ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe gaan. Ironisch genoeg zorgt premier Netanyahu van Israël ervoor dat dat gaat gebeuren. Ook al wil hij het niet, omdat hij weigert de Palestijnen een behoorlijk stuk land te geven. Hij verdeelt stukken land en gooit de hele boel overhoop op zo'n manier dat de Palestijnen en de Joden onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Ik geloof dat één staat voor beide, ideologisch gezien, de enige echte lange termijn oplossing is. Ik geloof in pluralistische democratische maatschappijen, waarin mensen burgers zijn. Niet op basis van geloof, of mensen Jood zijn of moslims. Ik geloof dat we daar naartoe moeten werken. Het zou heel goed zijn als we samen kunnen werken. That is the way we should be going. That is how we should work together. Het is natuurlijk erg moeilijk. Er is veel haat over en weer. You have people who hate each other. Who was it somebody said? You can see the hatred. Je ziet de haat. It's very difficult to do this. Maar als je dit als uiteindelijke oplossing ziet, dan heb je iets om naartoe te werken. Trouwens, voor de Palestijnse vluchtelingen is nog geen oplossing in de Oslo-akkoorden. There is no solution for these people in the Oslo Agreement. Because they don't come. A lot of them, I've just told you about the Lebanese camps. Die mensen moeten ook het recht hebben om naar huis terug te keren. They should have the right to go back to the Galilee if they wish it. De enige manier om dat te doen is één staat voor beide volken te vormen. Ten slotte heb ik een verzoek aan de Israëlische vredesbeweging. Dit is al vaker aan bod gekomen vandaag. Jullie zouden je vooral moeten richten
op de Israëli zelf. De Israëli's moeten worden overtuigd van jullie standpunt. Je moet je niet alleen op de Palestijnen richten, ook al is dat heel erg goed, maar voornamelijk moet je je op de Israëlische maatschappij richten. So one must let the Palestinian to accomplish Je moet de Palestijnen een eigen staat geven. Dat is geen onhaalbaar ideaal. Het is een realistische droom voor de volgende generatie. Een eigen staat naast de Israëlische. Maar ik wil je vragen, zou jij het idee van één staat in principe accepteren? Niet alleen in principe, zeker. Ideologisch is het het beste systeem. Dus jij zou in zo'n staat willen leven? Wel degelijk. Daar heb ik geen probleem mee. Commotie alom. Voor zover ik de Israëli en de Palestijnen ken, de Palestijnen moet eerst de kans gegeven een eigen staat te hebben als tussenoplossing. Die kans moet ze worden gegeven als een tussenoplossing. En als ik 120 jaar oud ben, ik ben nu 72, en als er een binationale oplossing komt, dan ontmoeten we elkaar over 30 jaar en maken we één land voor de Joden en de Palestijnen. We spreken dus af dat we hier over 30 jaar weer zitten, allemaal. We zijn nu na de bijeenkomst in het Vakbondsmuseum. Ja. Iman Haistek en... Basma Salman. Palestijnse vrouw en een Joodse meneer. Hoe vond u de bijeenkomst en de sfeer met name? Nou, ik heb genoten. Het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Ik vond dat Meir Peel, die ik dus al jaren ken, het heel goed gedaan heeft. Want hij kan ook wel eens heel fel en kwaad worden. Maar hij deed fantastisch. En de koppel, het koppel met de Palestijnse mevrouw was ook fantastisch. En ik vond het laatste zo prachtig. Ze dacht, nou heb ik je nog te pakken. Nou begin ik over een democratische staat. Hè, voor democratie en geen nietigbaar op de religie. En zo. Nee, natuurlijk. Het is interessant, omdat zij heeft persoonlijk gevraagd. Bent u bereid voor dat aan? Dus dat had ik. Bent u bereid tot wat? Tot een staat. Dus dat heb ik, moet ik eerlijk zeggen, niet van haar verwacht om aan hem te vragen. Ja. Maar ik denk omdat ze zijn allebei op een stadium gekomen, dat zij durft dat persoonlijk vragen te stellen. Ja. Dat vind ik goed. Want dat is een moeilijke vraag? Nou, niet alleen een moeilijke vraag voor iemand net als hem. Denk ik, dat kan je niet zomaar vragen. Dan vraag je dat, gaat hij zeggen nee. Op sodemieter, of wat dan ook. Sorry om te zeggen, maar op die manier. Dat zal hij niet accepteren. Maar ik denk, omdat hij is bereid, omdat echt innerlijk, en zij ook al, als een Palestijn die in het buitenland woont. Ze zijn zo dicht bij elkaar vanavond gekomen, met ideeën natuurlijk. En zo gemeen, allebei, gemeen bedoel ik, algemene ideeën. Ze zijn zo dicht bij elkaar gekomen, dat heeft ze dat vraag gesteld. En dat vond ik interessant. En dat was toch een proces, dat kon je zien groeien. Opgebouwd. Dat zag je gewoon, die in de avond zag je dat gebeuren. Want god, die film, er zou nog zoveel bij moeten. Want die film geeft één kant van de zaak. Hoewel het dus door een Israëli gemaakt is. Of misschien juist doordat het met een Israëli gemaakt is. Die zich afgezet heeft tegen zijn eigen land. Maar daar ging het gelukkig niet over. Er ontwikkelde zich echt een dynamiek waarvan ik denk van een heleboel mensen toch heel verbaasd en met een goed gevoel naar huis gaan. En daarom gaan we dus nu ook met z'n allen in een Libanees restaurant dat Beirut heet eten. En dat is ook een symboliek, denk ik. Oh, want Amsterdam, wij zijn destijds met de Joods-Palestijnse... Dus de Palestijnen en de Joden. En de Joden en de Israëli, we gaan met z'n allen eten. Met één tafel. Met één tafel, een tafel voor 10 mensen georganiseerd. En dat is een beetje wat me doet denken aan waarom we ooit de Joods-Palestijnse dialoog begonnen zijn. Dat was in 82, Libanese oorlog, Sabra en Shatila. Ja. En als Joden en Palestijnen die in Amsterdam wonen niet over hun verschillen kunnen praten in dit meest vreedzame stukje op aarde ongeveer, dan moet je niks hopen in het Midden-Oosten. En het blijkt te werken. Dat zeggen wij tenminste in de Arabische cultuur.
Als jij kan je bereiken dat je eigen viande, tussen haakjes, op een tafel om te eten te pakken. Je dan eigen viande? Viande, ja. Vijanden. Op een eettafel om te pakken, om te krijgen te eten, dan heb je veel bereikt. Omdat op een eettafel, dat praat je niet over haat. Nee. En Arabische, tenminste, islamitische manier. Dat praat je alleen maar over vriendschap, hospitality en leuke dingen. Voor de hand liggende vraag, het is één tafel. Is het niet preken voor eigen parochie? Maar ja, zo wat. Je moet je toch je batterij weer opladen. We zijn hier gelukkig met mensen die het met elkaar kunnen vinden. En we hebben ons werk gedaan vandaag. Nu gaan we lekker eten en gezellig met elkaar zijn. En een glas op drinken. Na het eten, wat kun je nou doen om dit te verspreiden? Nou, ik ga morgen nog eventjes meenemen naar het Poldermuseum. En naar de Batavia in Lelystad. Poldermuseum, omdat de vorige keer dat ik zoiets deed, had ik de leider van Meretz hier. Gaan aan RS en de PLO-vertegenwoordigster in Parijs, Laila Shahid. Ja. En die heb ik meegenomen naar het Poldermuseum. En toen vroegen ze allebei bijna simultaan, goh, kun je voor Tel Aviv en voor Gaza ook land aanleggen? Ik zeg, natuurlijk kan dat, met iets hard werken. Dus daar ga ik morgen even naar kijken. Nee, maar even serieus. Het is hartstikke serieus. Nee, maar ja, oké. Okay. Maar hoe bereik je dat de maaltijd die jullie nu gaan hebben, dat die bijvoorbeeld ook in Israël plaats zal vinden? Ik hoop dat dat dus een soort olievlek is. Hè? Zij vertelt, zij vertelt het aan Palestijnse vrienden en ik vertel het weer aan Israëlische vrienden. En er waren Joodse vrienden van mij hier die niet dachten dat dit kon. En die zitten nu, dat gaat voort. En ja, grootse ideeën, die worden bijna nooit in massale actiegroepen geboren. Die beginnen klein en die verspreiden zich. Ja, ik geef een hele kleine, dat gebeurde bij mij gisteren. Ik was op de Apollo Apotheek op die Beethovenstraat. En ik wacht natuurlijk op mijn buurt, omdat dat vind ik, tenminste zo ben ik opgevoed. Op een gegeven moment zei een van die mannen, die zat een heel oude man, dat is echt Amsterdams, heel keurig, heel netjes van u mevrouw. Zei ik, nee, dat is echt Arabisch, tussen haakje Palestijns. Begon ze te lachen, dat heeft hij niet gewacht. Maar toch, doet het niet uit Amsterdam. Zei ik, nee, ik woon pas 6 jaar, dus. Ja. Maar dat is echt Arabisch, zei ik. Ja. Mentaliteit. En nu dus Arabisch eten, hoe is dat? Libanese keuken is het. Dat in dingen. Ja, is echt heel goed. Eet smakelijk. Hè? Dank je. Dank je. Dank je. Bedankt. Okay. Eerder had Vreedzame Wereld TV een gesprek met een ander zeer actief lid van de Joods-Palestijnse dialoog, Roos Sijbrands. Het gesprek stond onder leiding van de initiatiefnemer van de Spinoza Academie voor Vreedzame en Leefbare Wereldpolitiek, Johan Riemens. Ik denk dat in alle landen waar een Joodse kolonies zijn, uit de diaspora, of het nou is in Amerika, in New York, of in Boston, of in Amsterdam, de organisatie van de mensen die tegen het huidige beleid zijn. Ik denk dat die verbeterd zou moeten worden en dat met moderne communicatiemiddelen als het internet gewoon beter zou kunnen. Laten we nou eens zeggen, hoeveel vooraanstaande mensen in Nederland zijn er niet van Joodse afkomst? En wat doen die om de Joodse bevolking in Nederland? Helemaal niks. En daar heb je het nou. En ja, moet dat dan zo, blijven? Ze hebben verdorie ons bedreigd, een Joden, met onze demonstraties van de vrouwen in het zwart. Ja. Ik bedoelde, een deel van de Joodse bevolking hier, die is van mening dat je de vuile was niet naar buiten moet. Nou goed. En het is iets verbeterd naar de Oslo-akkoorden, maar ik weet het niet hoor. Ja. Die Oslo-akkoorden. Als nou iedereen voor de keus gesteld wordt, wat wil je nou? Wil je die Oslo-akkoorden voor 4 mei, wil je die tot succes maken? Als dat en in Berlijn en in Sint-Petersburg en in Amsterdam overal gevraagd wordt, goed georganiseerd wordt. We hebben ons toch ook niet in 38 hebben, daar waren, ik heb een inspecteur van politie
Die heeft mij in 1938 verteld hoe de Joden aan de Nederlandse grens werden teruggestuurd. En die man die lag in een ziekenhuis en die was daar Mordius tegen. En die heeft na die tijd is het een van de grote, dat was Wim Sanders, dat was een van de grote mensen van het verzet. En die heeft alles gedaan. En ik zou willen dat er ook mensen van het verzet over de hele wereld, Joden en niet-Joden, opstonden en wel of niet aanhangen. Het zou heel mooi zijn. Het zou heel mooi zijn, maar ik weet het niet. De mensen zijn toch minder politiek geïnteresseerd, zijn veel onverschilliger. De jongeren die willen allemaal de economische ladder op. Het is toch niet te vergelijken met de tijd van voor de oorlog. Nee, en maar in de Nederlandse regering zit op het ogenblik de oud-directrice van het Joods Historisch Museum. Ja, Jacques Wallage is op het ogenblik. En die hebben nog nooit hun bek open gedaan voor. Dan moeten we ze hun bek openbreken. Ja, oké. Okay. Ik vind het prima. Maar... Dat is een mooie conclusie. We moeten ze hun bek openbreken. De kanttekening die eerder bij dit gesprek werd gemaakt was. Johan had het over de Joodse kolonies in verschillende landen, onder andere in Nederland. En Roos gaf daar de opmerking bij dat zodra ze werkelijk optrad, bijvoorbeeld bij de vrouwen in het zwart, dat ze dan bedreigd werd vanuit diezelfde Joodse kolonie. En Herman Cohen heeft dezelfde ervaringen. Zodra hij zijn mond open doet, wordt hij geïsoleerd en genegeerd. En dat is het probleem. Er zijn niet zoveel kolonies. Er zijn hoogstens een paar individuen die je voor zoiets kunt warm maken. Nou, dat is de vraag of dat te doen is. Maar Johan heeft, zoals hij al daarnet al zei, als enige perspectief dat we actief moeten blijven en dat we de hoop niet in moeten laten zakken. Ook het streven is loffelijk. We hebben het al doorgeprobeerd. We proberen het met onze stichting Joods-Palestijnse Dialoog. Wil je daar iets nog over zeggen, over Joods-Palestijnse dialoog? Dat lijkt me goed om daar nog iets over te zeggen wat dat is en wat jullie doen. We geven een blad uit, De Brug, in samenwerking met SIFMO. Dat is het steuncomité Israëlische Vredesgroep en Mensorganisaties. En de Stichting Joods-Palestijnse Dialoog. Dus we hebben nu samen het blad De Brug. En de doelstellingen in het kort van de Stichting Joods-Palestijnse Dialoog. Dat is natuurlijk beter begrip tussen Palestijnen en Joden. Voor zover we die in Nederland kunnen vinden. Deelname aan het Midden-Oosten-debat in Nederland met het oog op verandering in de beeldvorming in de publieke opinie. En contacten met gelijkgestemden en het helpen opbouwen van de Joods-Palestijns netwerk in Europa. Dat zijn ongeveer de doelstellingen in het kort. Het ontwikkelen van een politieke analyse van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nou ja, goed, daar hebben we het nu allemaal over gehad en... Ik moet je eerlijk zeggen dat het is heel moeizaam. Want wij zijn begonnen met 300 abonnees en langzamerhand is het afgezakt. En toen zijn we samengegaan met SIFMO. En het gaat nu, SIFMO geeft ongeveer, we hebben 1000 bladen. Dan hebben we denk ik 600 betalende abonnees. En dat is wat we doen. En ik denk ook nog wat niet genoemd is de Europese gemeenschap. Die toch bezig is met bijvoorbeeld een boycott van de producten uit bezet gebied. En daar zijn ze de kolonisten toch heel bang voor. Want ze hebben nu in Jeruzalem een speciale zaak opgericht met hun producten om die te verkopen en daar propaganda voor te maken. En dat is het enige, maar ik bedoel, je durft het niet te uiten. Maar volgens mij zou je ook misschien een boycott van alle producten, dat zouden ze aan de lijve ondervinden. Maar dat, zoals in Zuid-Afrika, dat krijg je niet voor elkaar in Nederland. En aan de andere kant wordt ook weer gezegd, als je te veel doet uit de diaspora, dat je ze nog meer naar rechts drijft. Het wordt zo gesteld, dat zijn de antisemieten in Europa die dat ertoe drijven. Zo wordt het in Israël gesteld. Dus het is heel moeilijk wat je moet doen. Dus je kunt wel zeggen, je moet alle Joodse groepen mobiliseren in Europa, maar... Oké, dat is het. Ja, maar u heeft een eindconclusie. U heeft het in Nederland erover gehad. We hebben vrede nu. We hebben vrede nu in Israël. Als ik hoor hoeveel groepen en groepjes er in Israël zijn die hun strijd strijden. Als ik zie wat er hier in Nederland allemaal verschijnt aan boeken
denken we aan het boek van Salomon Bouwman over het boek van Herman Cohen. Ja. Als je ziet, de artikelen die geschreven zijn door Yehoshua. De boeken die van hem en van anderen vertaald zijn. Ja. Als je ziet de bijeenkomsten die er zijn in het Historisch Museum, dan denk ik, waarom worden er niet duidelijker de handen in elkaar geslagen? Waarom wordt er niet, net als in de tijd van de Vereniging Nederland-Indonesië, op welke actie? Want over Zuid-Afrika leek het in het begin ook een hopeloze affaire. En op het ogenblik is het mede dankzij de krachten die er in Amerika waren en die ook de mensen daar voor de bevrijding hebben ondersteund. Het is niet zo dat alle Joden in Amerika, dat die achter Netanyahu staan. Ja, of, ja wel veel, maar we moeten het niet, we kunnen het ons niet veroorloven om niet actief te zijn. Ja, en als wij dus in staat zijn om met elkaar grote figuren, er zijn grote figuren die in die tussentijd gestorven zijn, maar die op het ogenblik nog te lezen zijn in hun boeken. Dat moeten we stimuleren. Bijvoorbeeld, mijn ervaring van een half jaar is dat in het Nieuw Israëlitisch Weekblad komen zoveel positieve geluiden naar voren. Ook de meest verschrikkelijke die je genoemd hebt in je interview met de Volkskrant. Maar daar hoeven we ons niet bij neer te leggen. Een van de grootste figuren op het ogenblik bij internationale contacten, dat is Abraham Soetendorp. En iedereen mag daarover denken wat hij wil. Maar hij heeft contacten met Gorbachev. Op het ogenblik de minister-president van Rusland is een Joodse figuur, Primakov. De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika is een Joodse figuur, Albright. We moeten gewoon proberen om netwerken van activiteit tot stand te brengen, waardoor de situatie in de wereld Maar je noemt Soetendorp. Wij hebben contact gehad van Soetendorp. Soetendorp is weer bang voor zijn achterban. Ja, voor de Stichting Joodse Dialoog iets doen wou. Als dat mislukt, dan moet dat bekend zijn. En dan moeten er geen aap, wat heb je mooie jongen gespeeld worden. Er moet gewoon ze moeten gedwongen worden. Hoeveel mensen zitten er op het ogenblik niet in de Nederlandse regering? En dat is de enige vorm dat je invloed uitoefent op de partijen, op de Partij van de Arbeid, op D66. De politieke partijen natuurlijk. Want als u het heeft over boycott, die boycott krijgt u niet voor elkaar als u niet een pressiegroep heeft die invloed heeft op de regeringen. En mijn appel is, en ik zou willen dat figuren zoals u met een ontzettend actief leven achter zich en met begrip, een man als Herman Cohen, kortom, een groot aantal mensen gewoon benaderen, officieel, publiekelijk, met brieven en zeggen, waar sta je nou en wat doe je en help ons. Jawel. Is niet zo gek natuurlijk, maar als ik alleen maar denk aan Vrede Nu, wat helemaal ter ziele is en waar je niet eens een bestuur meer kan krijgen in Nederland, dat ze geen mensen meer hebben die dan denk ik, waar haal je ze vandaan? We hebben geprobeerd Vrede Nu weer tot leven te brengen, want Vrede Nu was natuurlijk in Nederland bij de Joden behoorlijk bekend en Vrede Nu in Israël doet behoorlijk veel op het ogenblik. Tegen de settlements, tegen de uitbreiding. En in Nederland hebben we geprobeerd. Ze willen niet eens de kartotheek aan ons uitleveren. Dat hebben we geprobeerd. Maar dan kun je beginnen met Vrede Nu, omdat Vrede Nu toch wel in Nederland onder de Joden behoorlijk bekend was. En zouden we moeten beginnen om Vrede Nu weer ter ziele te roepen. Laten we met elkaar de groepen uitnodigen. Ik heb gezien dat Salomon Bouwman zijn boek besprak in het Joods Historisch Museum en het was een zaaltje vol. Ja. En als ik zie wat er de laatste maand rondom een boek van een Joodse schrijver dat vertaald is, de grote vrouw, wat daar een
propaganda en een voorlichting over is uitgegaan. Precies hetzelfde met het boek van Yehoshua. Waar is er op het ogenblik een kern die bij elkaar komt, die probeert tot eenheid te komen, zoals wij het in de 50 en 60 jaren gedaan hebben met de vredesbeweging. En wat moet je dan doen? En wat zijn dan de punten wat je gaat doen als je ze bij elkaar krijgt? Dat je in de eerste plaats vraagt, ben je voor of tegen de Oslo-akkoorden? Ja, oké, het groot deel van de Nederlandse Joden is waarschijnlijk wel... Nou, zijn die, maar wat moet je dan doen tegenover Israël om ze niet nog meer te drijven om, in het gevoel contact van opnemen met de hele wereld is tegen ons? Contact opnemen met alle groepen over de hele wereld die voor het Oslo-akkoord zijn. Hoeveel mensen zijn er drie maanden geleden? Nee, bij de vijfde verjaardag van het Oslo-akkoord is de koning van Noorwegen, die heeft een ontvangst georganiseerd. Hoeveel mensen uit Nederland die achter het Oslo-akkoord staan, zijn toen naar Oslo gegaan? Dat zijn missers van de vredesbeweging. En ik heb mijn hele leven niet anders meegemaakt dan missers van de vredesbeweging. En de hele mensheid is een misser ten opzichte van de vrede. Erasmus heeft het erover gehad. En ga maar door. Maar moeten we dit accepteren? Moeten we weer een holocaust accepteren? 60 miljoen mensen zijn er in deze 20ste eeuw zijn er in de oorlogen gesneuveld en doodgemaakt. 60 miljoen. Ja. Moeten we dat weer straks? Ze praten over de 21ste eeuw. Er is straks helemaal geen 21ste eeuw. Wat er gaat gebeuren in Israël, als het niet tot vrede nu komt, bij wijze van spreken, om het zo te zeggen, ja, als het Oslo-akkoord niet tot stand komt, dan zijn de bacterieoorlog en wat weten we nou wat Israël doet? We weten toch ook wat... Gezien met het vliegtuig. Precies, en wat heeft Irak gedaan? En wat doet Iran? En waar gaat het allemaal heen? Als ik zie wat de paus doet, fascisten heilig verklaren, in Kroatië. Moeten we dan zwijgen? Ik ben het helemaal met je eens, maar... Maar ik zeg, help je me? Help je ons? Oké, ik vind het prima, maar ik zeg net het allereerst... Je gaat naar Israël. Hè? Je gaat deze maand naar Israël. Ja, waarschijnlijk 14 oktober. Maar dan kunnen we toch daar ook de contacten leggen. We kunnen toch laten zien wat jij vindt en wat Herman Cohen vindt. En er zijn toch goede mensen ook in de Nederlandse regering, in de Nederlandse partijen. Mevrouw Goudsmit, noem ze maar op. Ja, je zou, weet je, het is ook een kwestie van geld. Je zou bijvoorbeeld in een grote advertentie in de dagbladpers moeten plaatsen, weer een handtekeningenactie. Dat is iets dergelijks zou je kunnen doen. Wat dat we hebben gedaan. Moeten we beginnen. In de tijd van de Libanonoorlog toen hebben. Dat overleg zouden we moeten een beginnen. Grote handtekeningen. En toen hebben een heleboel bekende Joden hebben eraan meegedaan. Grote en kleine huiskamerbijeenkomsten. Het is mogelijk. We hebben de huiskamerbijeenkomst volgende week zondag van de JPD. Volgende week zondag. Maar goed, het is zo klein. Volgende week zondag. We zullen het hierbij laten, maar de band die hieruit voortkomt, film, en de videoband die hieruit voortkomt, kan misschien een middel zijn om de strijd die Johan hier aankondigt en waarbij Roos zich aansluit, om die ook weer te steunen. Bedankt aan alle deelnemers aan dit gesprek en dit was het. Ja, er moeten nog meer mensen zijn zoals hij, maar die zijn er zo weinig. Thank you.
gehad. Dat bovendien in België zelf ook nog geweldige